De Agrarische Coöperatieve Vereniging Wiumafus Ranang, WUFS, en het ministerie van Defensie hebben ter vergroting van de productie en verwerking van cassave gisteren een raamovereenkomst getekend. Het Nationaal Leger zal met mankracht en machines ondersteuning bieden aan de vereniging. Anderzijds zal de vereniging het leger ondersteunen in hun maandelijkse behoefte aan lokaal geproduceerde voeding. WUFS zal cassavepuree leveren aan het leger ter vervanging van tarwemeel. Verder zal ze een pilotproject opzetten waarbij uit cassaveresten veevoer zal worden geproduceerd voor de kippenkwekerij van het Nationaal Leger. Conform de raamovereenkomst staat WUFS garant voor een intensieve betrokkenheid van vrouwelijke landbouwers bij de levering van grondstoffen voor verdere verwerking. Het creëren van meer werkplekken voor sociaal zwakkere vrouwen is een essentieel onderdeel van de samenwerking. Het ministerie van Defensie geeft invulling aan het voornemen van de regering en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de sociaal-economische situatie in het land.